was een smokkelaar die diep in de nacht steeds weer zijn smokkelwaar de grens overbracht. Klein was het smokkelo en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar. Goeiedag, welkom bij weer een bijzondere aflevering van Hoe was de vreugde? We staan hier vandaag op de grens van Nederland en België. Met wel een heel bijzonder onderwerp, het smokkelen. Hoe was dat vroeger? Waarom gingen de mensen smokkelen? En hoe was dat in België? Hoe was dat in Nederland? Hoe was dat in oorlogstijd, in de Eerste en Tweede Wereldoorlog? En smokkelen de mensen vandaag de dag nog? Nou ja, toch hebben we iemand voor gevraagd die daar alles van af weet, want die heeft vroeger zelf ook gesmokkeld. Hier is Wil Peerlings. We staan hier op de grens van Nederland en België. De grens tussen Nederland en België is 450 kilometer lang. In 1843 heeft de Nederlandse regering en de Belgische regering een besluit genomen en die hebben de grens tussen België en Nederland afgebakend met gietijzer grenspalen. Hier staat zo'n gietijzer grenspaal. Die palen die zijn genummerd. Zo staan er dus 388 op de grens. De palen zijn genummerd. Nummer 1 staat in Vaals op het Drielandenpunt. En 388 die staat in Kadzand in Zeeland. Ik heb af en toe Belgische gezelschappen bij de smokkelroute. En die zeggen, nee meneer, die paal in Zeeland, 388, die staat in Knokke. Die hebben gelijk, want de paal staat voor 20 centimeter in Knokke en 20 centimeter in Kadzand. Die paal is een doorsnee van 40 centimeter. De palen zijn dus genummerd en deze paal is paal 174. En ze staan er dus 388 en die het niet gelooft, die kan ze dus eventueel even natellen. Wat is smokkelen? En hoe ontstaat smokkelen? Smokkelen ontstaat omdat er vaak enorme prijsverschillen zijn in producten van het ene of het andere land. Ik noem een extreem voorbeeld. Na de Tweede Wereldoorlog kostte de roomboter in Nederland 5 gulden de kilo. En in België 10 gulden de kilo. Tussen de oorlogen in, 1930-1940, kostte de suiker in Nederland 50 cent de kilo en in België 20 cent de kilo. Er waren dus vaak enorme prijsverschillen. En voorheen, tot voor 1979, hadden wij gesloten grenzen. In 1979 hebben wij een Europees parlement gekregen, waarvan 28 landen dus lid waren, maar daar zijn er inmiddels maar 27 meer, want België is opgestapt, of Engeland is opgestapt, sorry. En die landen hebben dus een besluit genomen en hebben we nog open grenzen. Voor die tijd hadden wij gesloten grenzen, dat wil zeggen, als je bij elke verharde grensovergang kwam, dan hadden twee douanekantoren. Als je dus van Budel naar Hamond ging, dan kwam je eerst bij het Nederlands douanekantoor. Dan moest je een paspoort laten zien, want zonder paspoort mocht je al helemaal niet in België komen. Als je paspoort in orde was, dan mocht je door en 300 meter verder. Die Nederlander hadden een slagboom. Dan deden ze de slagboom omhoog en dan mocht je door. 300 meter verder kwam je bij het Belgisch douanekantoor. Die had als barricade spinnenkop ofwel Friese ruiters. Moest een paspoort weer laten zien. Hadden dus bijvoorbeeld een kilo boter bij, dan moesten daar 5 gulden invoerrechten betalen. Dus dat smokkelen ontstaat, dus dat er vaak enorme prijsverschillen zijn tussen het een of andere land. En dan is het interessant, vooral voor die jonge mannen vroeger, om dan die producten illegaal de grens over te brengen. Er was ook een leuke bijverdienste. En heel veel van de jonge kerels in de grensstreek die smokkelden. Wat een leuke hobby. En de smokkelen is pas goed op gang gekomen in de Eerste Wereldoorlog. Op 4 augustus 1914 vallen de Duitsers met een paar miljoen soldaten België binnen. Nederland werd gerespecteerd, hadden we te danken aan het Koninklijk Huis. En
die Duitsers, dat was dus allemaal paardenvolk en soldaten. En die vorderden alle landbouwproducten van de Belgen, met het gevolg dat er een geweldige smokkelstroom op gang kwam van landbouwproducten van Nederland naar België. 'S Nachts illegaal de grens over. Boter, kaas, eieren, rogge, tarwe, haver en aardappelen. Dat werd 's nachts door jonge kerels vanuit België in Nederland gehaald en illegaal de grens overgesmokkeld. Er waren ook jonge Nederlanders die dat dus 's nachts de grens overbrachten naar België. Het was dus ook een leuke bijverdienste. Ja, en wat er aan de grens nog meer gebeurde, dat was dat er bijna of meer dan 1 miljoen Belgen naar Nederland is gevlucht van de honger. Dus die Duitsers vorderden alle landbouwproducten. België had al een gebrek aan landbouwproducten. België was een industrieland. Nederland is nog steeds een landbouwland. En meer dan 1 miljoen Belgen is naar Nederland gevlucht. Er waren 10 kampen in Nederland. Harderwijk, Amersfoort, Uden. Waar dus heel veel Belgische vluchtelingen ondergebracht zaten. Ook zaten er heel veel Belgen in een grensstreek geëvacueerd. Bij vrienden, bekenden. En in de grensstreek was 70% van de bevolking was boer. Die hadden allemaal nog een gemengd bedrijf. En die hadden dus melkvee, mestvarkens, pluimvee, een groentetuin en een boomgaard. Noem maar op, akkerbouw. En een heel saai plan was afgestemd op de behoeften van het vee en het eigen gebruik ook voor het gezin. Die waren zelf voorzienend. Die boerinnen deden zelf brood bakken, zelf laai bakken, die deden zelf boter en kaas maken, zelf voorzienen. Dus die hadden eten genoeg. En wat ook gebeurde aan de grens, dat was dat er soldaten die het frontleven beu waren, deserteerden en naar Nederland vluchtten. In Bergen in Noord-Holland was een krijgsgevangenkamp waar Duitse soldaten krijgsgevangen zaten. Die durfden niet terug naar huis, naar de heimat. Want als ze daar terugkwamen, dan werden ze mee tegen de muren gezet, net als in de Tweede Wereldoorlog. In Ede in Gelderland was een krijgsgevangenkamp waar Engelse soldaten krijgsgevangen zaten. Die hebben daar gezeten tot 11 november 1918, toen konden ze weer terug naar huis, toen Duitsland capituleerde. En wat verder nog gebeurde, er waren spionnen, er waren troepentransporten van Duitse soldaten naar Nederland, onbewapend, ze mogen niet bewapend naar Nederland van de regering. En waar zo'n troepentrein gelost werd, kon men een aanval verwachten. Dat werd door de spionnen overgebracht naar de Belgische soldaten. De Duitsers kregen dus in de gaten dat er aan de grens tussen Nederland en België van alles gebeurde waar ze in ieder geval gediend waren. Die hebben toen de grens van Waals tot Katzand, 340 kilometer, afgerast met 3 rijen prikkeldraad. De middelste draad is voorzien van isolatoren. Dit zijn nog de originele isolatoren. En op die middelste draad stond 2000 volt. De 2 buitenste draden was voor de veiligheid van mens en dier. Ondanks de veiligheid zijn er aan die dode draad meer dan 500 burgers en meer dan 600 militairen doodgebleven. Het was ook een periode dat men helemaal geen verstand had van elektriciteit. Als je met een vinger aan die draad kwam, dan kwam er niet vanaf, dan waren mee dood. Hier is een vrouw doodgebleven met een zoontje van 2 jaar. Die had met een speciale tang met houten handvatten, had ze er van de 6 draden, want het waren oorspronkelijk 6 draden, had ze er 5 doorgeknipt. Ze moest vlug zijn, want op bepaalde afstanden stonden wachthuisjes permanent bezet door oude Duitse soldaten. En als er aan een draad gerommeld werd, een dode draad, dan begon er een lamp te knipperen. Dan wisten die soldaten dat er onheil was. En die waren in de kortste keer op de plaats van het onheil. Die vrouw had dus van de 6 draden er 5 doorgeknipt. Ze dacht, daar kan ik makkelijk onderdoor. Die zette, laat ik heel. Ze zet haar manneke in de nek. Ze loopt onder een draad door en haar manneke van 2 jaar vat een draad vast. En ze zijn allebei dus doodgebleven. Dat is het verhaal is vorig jaar in Nederland nog op de televisie geweest. De smokkelaars die waren vindingrijk. Die hadden een frame gemaakt, net als een looprek voor kleine kinderen. Die kon men dus dichtklappen. In dichtgeklapte toestand schoof men die rek tussen de onderste 2 draden. En dan klapte men die uit elkaar. En dan had men een opening van ongeveer 70
bij 50 centimeter. En dan komt men erdoor met de smokkelwarme, de aardappelen, de rogen, de tarwe, komt men door die draad. Voor de Eerste Wereldoorlog hadden ze in België fietsen met houten velgen. Die Belgen waren ook vindingrijk. Die hadden dus zo'n houten fietsenwiel, de naven, de spaken eruit gehaald. En zo'n velg nam men mee naar de grens. Men had ook twee stokken bij zich. Men stak de stok in de grond en dan deed men een draad naar beneden. De andere stok zette in de grond en dan zette men daar die fietsenvelg tussen. Dan komen er ook door de dodendraad met de smokkelwaar. Tussen de twee oorlogen in, dus 11 november 1918 capituleerden de Duitsers, kregen we de omgekeerde wereld. Toen smokkelde men producten van België naar Nederland. Margarineboter, suiker, tabak en zout. De suiker kostte in Nederland 50 cent per kilo, in België 20 cent per kilo. En dan jonge mannen gingen dan 's nachts de grens over en die brachten dan 20 kilo suiker mee. Dat verkochten ze aan vrienden en bekenden voor 40 cent. Dan hadden ze 4 gulden op zo'n nacht. Dan zullen ze zeggen, wat is 4 gulden? Dat was in die tijd een vermogen. Dat was een vermogen. In die tijd moesten de mensen 65 uur per week werken en dan hadden ze een loon van 11 gulden de week. Dus dat was een leuke bijverdienste. En in Budel waren er 4 jongens die op 5 december 1932 s'avonds te voet dus de grens overgingen om suiker te gaan halen. 3 jongens van 18 jaar en 1 jongen van 17 jaar, Frietje van Deursen. Frietje van Deursen was de oudste zoon van de wedervrouw, een boerin. En die was eigenlijk de knecht, want die vrouw, wedervrouw moest aan boeren blijven om in de levensbehoefte te voorzien. Er waren geen sociale voorzieningen. Op de terugweg stonden er 2 kumiezen vlak aan de grens en die beginnen te schieten zonder waarschuwingsschot of zo voor haltroepen schieten en ze schieten Frietje van Deursen dood. Is proces van Baden opgemaakt, dat is 2 keer een remont voor de rechtbank geweest. En ook die 3 jongens van 18 jaar, die hebben dus 2 keer een getuigenverklaring afgelegd dat die douane geen halt hadden geroepen en geen waarschuwingsschot en zijn toch vrijgesproken. Zo corrupt was toen de rechtspraak al. In de Tweede Wereldoorlog hadden we weer precies hetzelfde als in de Eerste Wereldoorlog, allemaal weer landbouwproducten van Nederland naar België. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de smokkel voor goed op gang en de roomboter kostte in Nederland 5 gulden de kilo, in België 10 gulden de kilo. Er waren jong mannen die in een Chrysler kochten, zo'n Amerikaanse slee, de stoelen eruit ballen die van de chauffeur en er ging dan 700-800 kilo boter in. 800 koffer maakte men laaien, bakken waar kraaienpoten in gingen. Hier heb ik zo'n kraaienpoot. Er waren bakken waar 100 van die kraaienpoten in gingen. Als zo'n boterwagen achtervolgd werd door de Belgische douane, dan trok men zo'n laai kraaienpoten op. En dan lag de weg bezaaid over een afstand van 70, 80, 90 meter, lag de weg bezaaid met deze kraaienpoten. Ze vallen altijd met één piek omhoog, je kunt ze gooien zoals je wilt. En die Belgische douane reden dus hun banden aan flarden. Het was ook een ramp voor het overige verkeer, want dat gebeurde allemaal 's nachts. Op de weg kunnen ze nog een beetje bij elkaar zoeken, maar in de berm vinden ze 's nachts niet. Dus het was een ramp. En er waren ook heel veel smokkelaars vindingrijk. Die hadden dus klompen, want het ging allemaal 's nachts, midden door het land, midden door het weien, door weien. En die hadden een klomp met een hak aan de voorkant en het loopvlak aan de achterkant. Als die dan een zandweg overstaken, dan maakten die een voetafdruk in het karspoor. En als ze dan de kemiezen langskwamen door de douane, dan konden die precies zien waar smokkelaars overgestoken waren. En als ze een smokkelaar achtervolgden, dan liepen ze dan de verkeerde kant uit. Ik ben hier s'nachts doorgekomen, we waren ooit met 10 man bij elkaar, met 400 eieren op mijn nek. En daar waren bij Wim Groene, de vader van de cameraman, Wim Groene, Corneel Schel, Bertje Schelkes, Lauke Feijen, Tjeus Slegers, Jan van de Wildenberg. We gingen s'avonds om 11 uur in Soerendonk weg. We staken hier dus de grens over, we liepen midden door het land.
En dan kwamen we bij chef Rut. Daar konden al de producten lossen. Maar je kon ook weer allerlei producten meenemen. Op de terugweg had ik die zakken vol met glasgordijnen. Dat was dus na de Tweede Wereldoorlog. Glasgordijnen, schollekenstof, schortenbond, nylons of tabak. En dat had ik voor Jan van de Wildenberg. Dat was een man die werkte bij Philips in Eindhoven en die nam die producten. En nam hij met de Philipsbus mee naar Eindhoven. Daar had hij weer collega's die dat verder verkochten. Het is één keer gebeurd dat juffrouw Koenen, een schooljuffrouw, het Soerendonk, s'nachts meeging. Die wou, de man durfde niet mee, Martien Koenen durfde niet, maar juffrouw Koenen die wou een nacht mee met die smokkelaars. Maar we moesten 30 keer over de prikkeldraad en die allemaal kleine wijkjes. En dan stonden dan twee rijen prikkeldraad en Wim Groene die stond aan de voorkant. Die pakte dus juffrouw Koenen op en ik stond tussen de twee prikkeldraden in. En ik pakte juffrouw Koenen aan en ik zette ze over de volgende prikkeldraad, dus in de volgende wei. En zo moesten we 30 keer op de heenweg en 30 keer op de terugweg juffrouw Koenen over de prikkeldraad zetten. En ze had dus tabak gekocht voor de man. Hier, dit is tot aan de grens, is de Warmbeek. En hier, als je verder loopt, is dat de strijper A. Die beek werd vroeger ook gebruikt voor te smokkelen. Want die smokkelaars waren vindingrijk. Voor de Tweede Wereldoorlog konden in Nederland haren kopen in houten vaatjes van 10 liter. Die lege vaatjes namen die smokkelaars mee naar België. Deze vol tabak, ten dekster op, en die gooide men in de beek. En die dreven zo met de stroom mee naar Nederland. Er zat toentertijd een geweldige stroming op die beek. Met de ruilverkabeling is hier recht getrokken. En in de Tweede Wereldoorlog was er op de Achtse Kluis, in 40 zaten er nog 100 paters, nou nog eentje. En dat was in de pater die stookte jenever. Die paters deden ook van alles wat de bezetters verboden hadden in de Tweede Wereldoorlog. Illegaal varkensdag, illegaal malen, illegaal dorsen, van alles wat de bezetters verboden hadden. Ze zijn in 43 ook allemaal uit het klooster gezet. In een pater stookte jenever. En als ze dan varkens slachten s'nachts, ooit 10 varkens, ook voor andere mensen, dan deed die pater die varkens blazen opblazen, drogen bij de kachel. En dan ging daar 2 liter jenever in. En die jenever blazen, die varkens blazen, gooiden ze men ook in de beek en die verzomert de stroom mee naar Nederland. De geruchten die gaan dat die pater ook zo'n blaas mee naar bed nam. Ze noemden hem ook pater Lazarus. Dit is dus tot aan de grens de Warmbeek. Voor waar de grens is het de strijper A. En dat is dus de beek waar dus die ook gebruikt werd door de smokkelaars met die houten vaatjes vol tabak van 10 liter. En die jenever van pater Lazarus. Pater Lazarus noemden ze die pater ook die blaas mee naar bed nam. Dus die gooiden ze hier in de dreven zo met de stroom in naar Nederland. Dan zien we daar nog 2 palen, die kleine paal en die grote paal. Ik had al verteld dat we hier s'nachts doorkwamen met 400 eieren op mijn nek. En op de terugweg had ik dus glasgordijnen, schollekenstof of nylons of tabak in die jute zakken. Op de terugweg is het gebeurd, we waren net de Zandweg, de Bosbergweg overgestoken. Toen kwamen er 2 commiezen, Nederlandse commiezen, over de zandpad gefietst en die beginnen te schieten. En chef Roeven, ofwel Joopie Strooi, die kreeg een kogel in zijn rechterbil. Gevliegd als een kleuk patrijzen uit elkaar. Je ziet elkaar ook niet meer, want het loopt allemaal 25 meter van elkaar af. En Joopie die kreeg een kogel in de bil, een slagader geraakt. Hij is s'nachts... Heeft hij in Soerendonk een berin uit bed gerammeld. Hij was bijna buiten kennis over bloed was hij verloren. De huisarts, dokter Raven, werd erbij gehaald. En die zei meteen, jongen, het geluk dat de kogel aan de voorkant er nog in zit. Anders had ik het niet overleefd. Zoveel bloed was hij verloren. Troy de Bout heeft hem met een taxi naar het Sint-Jans gasthuis in Weert gebracht. Hij heeft 10 dagen in het ziekenhuis gelegen. En ze hebben 2 keer het bloedtransfusie toe moeten passen en vermoedelijk... hebben ze bloed ingedaan van een jong niggerin, want die had nog een verschrikkelijk temperament. Dan zien we hier dus een kleine grenspaal. Ik heb al verteld dat er dus 388 van die gietijzeren grenspalen staan. Tussen, die staan ongeveer 1 kilometer uit elkaar. Tussen die palen in staat ze nog zo'n kleine grenspaal. En dit noemen ze, en dat weet ik van mijn vader, dit noemen ze dus een scheidpaad met een lange ei en een T en een korte ei en een D. Ik zal ook vertellen waarom.
Mijn vader is in de Eerste Wereldoorlog 3 jaar soldaat geweest. Nederland had een verdedigingslinie van soldaten van Waals tot Kratzand. Mijn vader had ze in Nederland achter de ploeg uit, nog nooit nergens geweest. En die zetten ze in Sluis en Aardenburg op de grensbewaking neer. Aan de Nederlandse kant liepen dus Nederlandse soldaten patrouille. Aan de Belgische kant liepen Duitse soldaten patrouille. Het waren oude mannen, arme sloebers, zei mijn vader. En als die mannen hun behoefte moesten doen, dan gingen ze met zijn rug tegen zo'n kleine paal zitten. Vandaar scheidpaal met een lange I en een T. En scheidpaal met een korte I en D, scheiding tussen België en Nederland. Dan zien we hier een tolpaal uit 1662. Dat was een verordening van de gemeente Budel. Die hadden dus 5 van die tolpalen, staan er nog, 5 in de gemeente Budel, voormalige gemeente Budel. En die stonden bij elke niet verharde grensovergang. Als de Belgen dus van die zandweg gebruik maakten, moesten ze tol betalen. En die tol werd geïnd door ruiters te paard. Dus die Belgen moesten bij die zuinige Hollanders tol betalen, willen ze naar Nederland. Wat ook gebeurde na de Tweede Wereldoorlog, dat was de rundveesmokkel. De Belgische boeren hadden maar een ratje toe van rundvee en die waren tuk op dat Nederlands rundvee. Nederland kende al het rundveestamboek, de Fok- en Controlevereniging. En er waren dus veehandelaren, de gebroeders Clement, de gebroeders Belië, die woensdags naar de Worse Veemarkt gingen. Op bestelling voor die Belgische boeren ooit 7, 8, ooit 10 drachtige vaarzen meebrachten. Dat zijn koeien van 2 jaar oud die voor de eerste keer een kalf krijgen. Die hebben dus nog een hele lactatieperiode voor de boeg. Die beesten kosten in de bos 1600 gulden en die brachten in België 2600 gulden op. Tel uit je winst. Die vaarzen die werden met de vrachtwagen van Harry van Vlier uit Budelschot hier naar Gassel gebracht. Die werden hier vlak aan de grens gelost. En s'nachts gingen die vaarzen 1 voor 1 de grens over. Maar voordat men die beesten de grens over deed, deed men dan eerst de bek insmeren met honing. En als ze geen honing hadden, deden ze die koeien de bek insmeren met groene zeep. Maar waarom deed men dat? Als je daar 10 koeien hebt lopen en je neemt er een mee, dan beginnen die te loeien. Dan wist je die Belgische douane, die kemissen, wist al op kilometers afstand dat er onheil was. Maar als die beesten dus honing om de bek hadden, dan deden ze niks als likken. En als ze geen honing hadden met groene zeep, dan deden die koeien allemaal bellen blazen. Dus die smokkelaars waren vindingrijk. Die Belgische commissie die waren ontzettend tuk op die boterwagens en ook op die koeien. Want die Belgische commissie die kregen premie op hun loon als ze zo'n boterwagen pakten en ook als ze koeien te pakken kregen. Dus ze waren die smokkelaars, die veehandelaars, waren af en toe ook een paar koeien kwijt. Het was altijd niet winst wat er speelde. Ja. Er zaten dus ook enorme risico's aan. Ik heb het al verteld van Frietje van Deurzen. Die doodbleef. En ik heb verteld van Joepie Strooi, Joepie Verhoeven, die dus een kogel in zijn bil kreeg. Hier zitten dus de dodendraad. In 1940 zaten er op dagsgeluis nog 100 paters, nou nog eentje. De grootste smokkelaars die er waren. Die hadden meer dan 100 hectare bebouwen weiland. En de grens liep midden door de landerijen, maar ook voor een gedeelte door de gebouwen. En de dodendraad had een afscheiding van de kloostermuur. De dodendraad liep door de kloostermuur. We hebben een stuk, kijk, hier kunnen zien hoe ze de muur opgehakt hebben. En na 11 november 1918 hebben ze de muur weer hersteld. Maar je kunt nog steeds zien dat hier dus ander metselwerk in zit. Hier zitten de klaproos. In België worden er heel veel klaprozen gezaaid, ook hele percelen die men volzaait met klaprozen. Dat is een eerbetoon aan de gesneuvelde Belgische soldaten in de Eerste Wereldoorlog. In Ieper, Passendalen en aan den IJzer zijn er heel veel Belgische soldaten gesneuveld. En er was in Ieper een Engelse dokter, een Engelse arts, die 's avonds dood moet in zijn bureau een prachtig gedicht geschreven heeft over de gesneuvelde Belgische soldaten die lagen tussen de klaprozen. Vandaag weer een aflevering hier op de grens van Nederland en België over het smokkelen. Een bijzondere editie door Wil Peerlings toegelicht. En ik hoop jullie volgende keer weer te mogen begroeten bij een volgende aflevering van Hoe was dat vroeger? Hij was een smokkelaar die diep in de nacht steeds weer zijn smokkelwaar
de grens overbracht. Klein was het smokkeloon en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar.